Het beste nieuws is dat er klaarblijkelijk een electorale meerderheid is die zich gerealiseerd heeft. Wij moeten ervoor zorgen dat onze verkiezingen niet een soort van pre burgeroorlogfase ingaan door eh, allerlei sabotagemaatregelen van het Trumpiaanse volk. En daarom, nietwaar, moeten daar dus betrouwbare figuren aan de electorale knoppen gezet worden. Met Verlossen, kunt u mij horen? Hoe vind je het? Nu hebben we iets meer zicht op de uitslag hè, in Amerika. Hoe vind je het? Nou, eigenlijk is de uitslag frappant, interessant en, en moet positief geduid worden naar mijn idee. Dat neemt niet weg. Laten we met het slechte nieuws beginnen. Dat er toch nogal een enkele tientallen nieuwe Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden zijn... die je we wel kunt beschouwen als Trumpisten... In de zin dat ze dus meegaan in de big steel. En dat, dat Trump eigenlijk gewonnen heeft in, in 2020. Eh, maar daarnaast, en dat is positief nieuws en misschien ook wel belangrijker. Is eh, gebleken natuurlijk dat de, de topkandidaten die Trump had aanbevolen. Neem bijvoorbeeld die, die man in, in, heet het, in Pennsylvania. Al die topkandidaten hebben verloren. Die dus ook mee waren gegaan in de Big Steel, die mevrouw Leek in wat is het Nevada, geloof ik. Dus heeft al die luizen zijn ten onder gegaan. Weliswaar vaak op het nippertje, maar toch ze hebben verloren. En het allerinteressantste is eigenlijk dat een reeks van republikeinse Trumpisten, die eh, hadden meegedongen naar het baantje van chef-electorale zaken in de diverse staten allemaal verloren hebben. Precies. Dat kan geen toeval zijn, naar mijn idee. Dat, dat zou, dan, dan, dan zou het niet zo zijn dat ze allemaal verloren hebben. En het, daaruit blijkt, naar mijn idee, en dat is wat zo enorm hoopvol is, dat een, uh, in ieder geval een meerderheid van de kiezers, en waarschijnlijk toch ook een hele reeks van Republikeinen die er wel genoeg van hebben van dat gelul van Trump, Haven besloten deze lijn moeten we niet op die posten zetten. Want dat betekent dat er in 2024, mocht Trump weer meedoen en verliezen dat er dan een enorm kabaal kan ontstaan over vervalsing van de uitslagen, en manipulatie en allerlei andere... Ik zwijg nog even over al die andere kinderachtigheden die de Republikeinen in de afgelopen jaren al gerealiseerd want hebben. Want dit was bewust van Trump, hè, dat hij die mensen op die posten wilde hebben? Ja, natuurlijk was dat ja. bewust, want dan heb je greep op de uitslag en ja. de manier waarop die tot stand komt. Wat op zichzelf al weer treurig genoeg is. Het zou natuurlijk nationaal en, en objectief en, en de partij onafhankelijk georganiseerd moeten worden. Het is nu een zootje, anders kun je het niet noemen. Ook die boel dat er dan voortdurend wekenlang geteld moet worden, is er ook te gek voor woorden. Hier heb je nog wel eens een Limburgse gemeente waar iets fout gaat, maar dit is echt te gek voor woorden. Ja. Nu heeft Trump zich wel verkiesbaar gesteld. Dat is gewoon doorgaan. Ja, dat heeft hij gedaan en, en ik dacht dat eigenlijk iedereen het erover eens was dat dat nou bepaald niet een eclatant succes geworden is. Het was een beetje lullig. Ja, die, nou ja, ja je kent die praatjes van hem. Maar ik begreep van de, van de waarnemers, van de beschrijvers van het evenement... dat hij nou ja, niet de oude, de oude wilde Trump was. Maar een beetje gedempt eigenlijk. Zo zag hij er ook wel uit inderdaad. Ja. Terecht. Natuurlijk heeft hij, wat, wat ik al zei... deze zag, heeft hem natuurlijk een fors blauw oog geslagen. En dat was goed zichtbaar. Ja, hij was, uh, had ook uh, natuurlijk wat aanhangers uitgenodigd. En die waren ook niet zo heel erg enthousiast, begrijp ik. Ze klapte knapte netjes. Nee, een reeks stuk van, van media die hem tot nu toe altijd braaf gesteund hebben. Die hebben hem nu in de steek gelaten. Ja, Fox bijvoorbeeld. Fox ja, de en New York Post en nou, van allerlei laag, hebben kennelijk besloten. Hey, hey, dit, is wel, dit is wel gebeurd met Trump. Of dat zo is, dat moeten we afwachten. Ja. Dat weten we niet. Is het wel slim dat hij zich nu al verkiezer heeft gesteld? Je hebt, je hebt eerder gezegd hij had dat boven de markt moeten laten. Houden. Ja, naar mijn idee wel. En ik was de enige natuurlijk niet. Het is niet zo dat ik dat in mijn eentje in Frans Halsrand heb zitten bedenken. Het was volgens mij, kijk, vanuit zijn perspectief is het zo. Hij maakt zichzelf tot kandidaat. En hij hoopte op die manier ook een beetje zichzelf uit de wind te kunnen houden. Ten aanzien van al die rechtszaken die daar tegen hem yes. lopen. Met name ook rechtszaken die nou juist ook electorale overwegingen treffen. In het bijzonder natuurlijk dat hij die, die in Georgia geprobeerd heeft om die extra stemmen ergens uit een geheimblaadje te toveren. Dat wat natuurlijk helemaal niet in de haak was. Nee. Dus jij zegt, heeft dat bewust nu gedaan? Want dan ja, ook... en nu heeft ook, ook hoe heet het, uh, Merrick Garland, de minister van Justitie. Die heeft een speciale prosecutor aangesteld, zodat hij ook eigenlijk. Trump of de, zaken, de politieke zaken tegen Trump, dat hij die een beetje op afstand kan zetten. Ja, want Trump kan dan zeggen: van dat zie je wel, ik heb mijn verkiezingsdag gesteld, dus genau. politieke ja, afrekening. Er komt dus nu een special prosecutor voor. Ja, nou begreep ik wel van de deskundige dat dat trucje wat hij dus in gedachten heeft, dat hij dan een soort van onschermbaar is, dat dat niet werkt. Hij kan gewoon aangeklaagd worden. Nee, maar de kwestie is niet of het strikt juridisch uh, werkt. De kwestie is meer wat zijn aanhangers ervan denken. Hmm. Als hij het zo kan voorstellen van zie je wel, ze moeten mij weer hebben en ze moeten mij altijd hebben. Ik geloof dat hij ook die, die ongelukkige toespraak in Mar-a-Lago afsloot van I'm a victim. Ja, Trump zat in alle opzichten toch weer. Een unieke kletsmajor eerste klas. Ja, maar kwam ook met al die, al die fantasterij waarvan iedereen al lang weet dat het onzin is. Kwam die ook weer aan boord, natuurlijk? <laughs> ja, en de vraag is: slikt de achterban het nog? Ja, dat is een grote vraag. Hebben we daar beeld van eigenlijk? hoe groot Nou dat is? ja, ik weet niet. Er was wel beeld van. Eh, van al die mensen die daar van Mar-a-Lago aan het, aan het demonstreren waren. Pro-Trump. Hysterische vrouwen met enorme spandoeken en zo. Ja. Het blijft natuurlijk een. Nou, het, het, het geeft je toch aan. Eh, dat er veel mis is met de Amerikaanse democratie. Als iemand, of die nu gaat winnen, ja of nee, in 2024, 2024 dat zo iemand in feite een, een miljoenen aanhang heeft. En ja. niet goed bij zijn hoofd. Wat vind je van Joe? Wankelt hij of uh, heeft hij nog een... wel... Joe die heeft natuurlijk fijne dagen gehad, dat begrijp je wel. <laughs> Aangezien die, die tsunami zich, de rode tsunami zich op geen enkele wijze heeft voorgedaan. Bovendien, in het huis is het zo, dat, dat schreef iemand, en ik denk dat dat vrij intelligent geobserveerd is. Het huis, in het huis is het verschil nu gewoon nog zes stemmen of zo. Ik, ik heb vanochtend niet meer gekeken. Maar het is minimaal, laten we het zo zeggen. En dat betekent natuurlijk dat die, dat die meerderheid, dus die leider van die meerderheid, Republikeinse meerderheid in het huis, die zit natuurlijk met een enorm dilemma. Want die heeft dus die idiote rechtse fractie. Hè? met Marjorie Taylor Green echt. Kijk, je vraagt je altijd af, geloven die mensen het lulkoek zelf? Hè? En als ze het niet zelf, als ze het zelf daadwerkelijk geloven, zijn het patiënten, psychiatrische patiënten. Ze lopen normaal rond, ze zien er normaal gekleed uit, maar er is iets grondig mis met. Maar goed, kijk maar eens naar die Marjorie Taylor Green. Um, dus die, die hele rechtse fractie die bedreigt steeds de nieuwe voorzitter. Van ja, je niet doet wat wij zeggen, dan saboteren we de hele boel en blokkeren we van alles en nog wat. En dat is een mogelijkheid. En tegelijkertijd moet natuurlijk die, die nieuwe voorzitter, die Kevin McCarthy, die een ongelofelijke lulde behanger is, die moet ook zorgen dat die nieuwe leden van het huis, die deels in nogal democratische districten zijn gekozen, dat, dat die niet meteen over twee jaar er weer uitvliegen. Ja. Natuurlijk omdat ze zich ze ook hebben laten radicaliseren naar, naar rechts, wat, wat voor hen natuurlijk niet prettig is. En dan is er natuurlijk een tweede interessant punt, dat uh, die economie, dat zal wel sukkelen zijn in de komende jaren. Er is ook geen enkele econoom die niet een verschrikkelijke duister en alles vernietigende recessie heeft voorspeld. Ook daar weer dat je nou Rustig aan, als jullie nou echt goed gescoord hadden met al die voorspellingen in de afgelopen jaren dan. Dus laten we dat eerst eens even aankijken. Maar dus als het slecht gaat met de recessie, eh, met een recessie, en, eh, dan kan, eh, kunnen de democraten zeggen... ...ja, maar het Huis van afval, dat is nu in de republikeinse handen... En, ja, die, die hebben helemaal niet gedaan wat er gedaan zou moeten worden. Dus je kunt in feite een deel van de problemen kun je nu afschuiven op de Republikeinen in de komende twee jaar. Dus zo gek is het niet. Nee. Bovendien zullen ze waarschijnlijk een, een enorm verwarde indruk maken. Juist vanwege de. Want kijk, als je een hele ruime meerderheid hebt, dan kun je ook eens een paar mensen kwijtraken. Dat is niet zo'n probleem. Maar als je natuurlijk een meerderheid van zes hebt, ja, dan hoeven er maar zes naar de wc te gaan tegelijkertijd. En je bent je, bent je meerderheid kwijt. Ja. Dus wat betekent dit voor Joe de komende jaren? Nou, dat het natuurlijk. was nog fijner geweest als het huis gewoon in democratische handen was gebleven. Maar. Maar toch, eh, eh, ja. ja, je moet toch misschien uiteindelijk wel een iets pessimistische concluderen. Kijk, dat het huis in meerderheid, de Republikein, de meerderheid in de republikeinse handen is, betekent gewoon dat, dat ten aanzien van, van eh, omvangrijke maatregelen, wetgeving, dat de boel gewoon stilstaat. Kijk, de republikeinen zijn in essentie nihilisten. Alles moet kapot. Eerste revolutie, alles moet eerst kapot. Daarna gaan we, hè, dat is ook Trump. Eerst alles kapot en dan. Het probleem met populisten is dat ze geweldige kapotmakers zijn, maar dat ze eigenlijk vervolgens het herstel niet erg goed onder de knieën hebben. Maar niet alle Republikeinen zijn populisten, toch? Nee, zeker niet. Er bestaat natuurlijk nog een oude conservatieve kern. Laten we zeggen de Mitch McConnells, maar dat zijn natuurlijk ook gewetenloze boeven. Aangezien ja, ze natuurlijk Trump altijd, maar al te graag gebruikt hebben voor het werk wat zij noodzakelijk achten. Ja. Ik moet even omschrijven dat je een hele mooie winterjas aan hebt, mooi donkerblauw. Alleen hij schuurt een beetje op de microfoon, dus je moet die microfoon oh, iets, iets hoger houden. Dus het lijkt net of je steeds eh, of je uit het buitenland inbelt en dat er een storingtje op de lijn zit. Ik kijk naar buiten, dan komt Mitch McConnell voorbij. Ja. Zag ja. je dat? Ik zag hem, hij leek erop, ja. Sprekend, hem, toch? Ja, dit is niet Tom Jan Mayers toevallig, hè? Nee. Nee, nee, nee. Nee. nee, zo oud is Tom Jan nog niet. Nee, nee, nee. daar ziet hij dan niet uit. Hé, hey, en die, uh, nog, je noemde Kevin McCarthy, die is de leider in het congres, ja. hè? Uh, van het huis, van het huis. Oké. Okay. Okay. In de, in de, hoe heet het, in de senaat natuurlijk hebben de, de democraten hebben, uh, hun meerderheid behouden. Sterker nog, ze hebben er een stem aan toegevoegd. En daar is Schumer is daar de leider. Ja, prima figuur overigens. Nog even de opkomst. Was een hoge opkomst, hè? met name vrouwen en, en jongeren. Ja, verrassend goed. Dat is ongetwijfeld gerelateerd. Maar geen record aan ik. de abortus. Nee, niet een record. Want 2018, dat was wel een heel speciale hoge opkomst voor de midterms. Heel begrijpelijk natuurlijk, want dat was de eerste midterms nadat Trump als president was gekozen. Ja, natuurlijk, veel democraten zijn daar zo ongelooflijk verschrikkelijk van geschrokken. Dat ze natuurlijk bij die midterms uh, ervoor gezorgd hebben dat hij verder machteloos was, politiek gezien. Ja. En dat jo was hij sowieso alweer zijn incompetentie. Maar... Ja, en normaal is het zo dat als, want Joe is nu op reis in het buitenland, hè, in Azië. Normaal is het zo dat je daar altijd nou, die, die nederlaag moet uitleggen. En dan is volgens mij ook bewust dat de president even weg is, want dan is hij niet in het eigen land. Maar nu werkt hij overal toch wel als een reden. Ja, ja, natuurlijk, ja, iedereen kan wel zien wat er gebeurd is namelijk. Kijk, dit, dit is zo'n, zo voor, de, voor de Republikein is dit, dat heet een overwinningsnederlaag. Je hebt dus wel gewonnen, maar eigenlijk vindt iedereen dat je verloren hebt. He, de, de, de psychische impact is verlies. Je hebt dus weliswaar het huis gewonnen, maar de impact is verlies. Ja, ja. en nou, het is ook dadelijk ze zijn nu al een stuk beter om onder elkaar, natuurlijk herrie, onder elkaar herrie te maken is dat goed nieuws vind Met je? De, ja hoe meer herrie ze onder elkaar maken hoe beter het is waarom? nou ja dan zijn ze minder effectief oké okay. en die maken ze natuurlijk een slechte indruk op de kiezers ja, want je kunt... en het, maar het, best, het beste nieuws is dat er klaarblijkelijk een electorale meerderheid is al was die geloof ik niet overweldigend groot die ze gerealiseerd heeft wij moeten ervoor zorgen dat onze verkiezingen niet een soort van pre-burgeroorlogfase ingaan door eh, allerlei sabotagemaatregelen van het Trumpiaanse volk. En daarom, niet waar, moeten daar dus eh, betrouwbare figuren aan de electorale knoppen gezet worden. Ja, en dit is goed... Dat vond ik dat en dat is een heel. Wat, wat eigenlijk is steeds bij de populisten is het probleem. Kijk. Dat er populisten gekozen worden is wel begrijpelijk, want dan moet je kijken naar de ontwikkelingen die zich structureel hebben voorgedaan in vrijwel alle rijke landen. Eh, zeggen de afgelopen 40, 50 jaar. Diezelfde ontwikkelingen hebben zich overal voorgedaan met de populistische gevolgen. Maar het probleem met de populisten is dat ze programmatisch, ja, ja ik wil niet altijd kwetsend zijn niet goed sniks zijn. Allerlei dingen voorstellen die niet gerealiseerd kunnen worden. Fantastische verhalen vertellen die aantoonbaar onjuist zijn. Nou ja, het is een zootje in feite. Hoe vaak heb ik nou niet al gezegd van. laten ze nou eens iemand die, die inhuren die ze volle, bij zijn volle verstand is. en laten ze nou eens een mooi. populistisch maar uitvoerbaar programma laten opstellen. in plaats van al die lulkoek. steeds maar weer met al die lulkoek te komen. Eh. Um, en dan is de vraag: hoeveel mensen zijn bereid om op deze waanzinpartijen te stemmen? En, en nou ja, we zien in Nederland dat dat toch dat er een limiet aan is. Maar je hebt wel het gevoel dat die limiet stap voor stap wordt opgerekt. En wat de gevolgen zouden zijn als we inderdaad een jarenlange zich voortslepende recessie zouden krijgen, ik weet het niet. En, en dat, daarom was ik eigenlijk. Optimistisch over dat verschijnsel in de Verenigde Staten. Want het gaat daar natuurlijk om een niveau onder het hoogste politieke niveau. Waar mensen minder op letten, wat minder spectaculair, sens wordt. Maar toch hebben de kiezers daar een heel verstandig besluit genomen. Pas op als het puntje per paaltje komt met populisten. Om de eenvoudige reden dat ze politiek en met name ook inhoudelijk politiek totaal onbetrouwbaar zijn natuurlijk. Chaos veroorzakers. Ja. Daarmee doet het ook wel meer recht aan wat je in Amerika hoort. Als je namelijk het land ingaat en je praat met mensen, dan hoor je dit realistische geluid meer dan dat je dit in de media ziet. Ja, ja goed. De media, dat is weer een ander probleem wat we vaak besproken hebben, natuurlijk. Uh, je wordt altijd afgeleid door die parkerende auto's. En hier staat de overkant stond en nu aan deze kant. Maar goed. Uh, ja, de media hebben een ongelukkige neiging natuurlijk om, om ja, reuringen in de tent, ruzie, opwinding, halfgare meningen. Ja, maar de verkiezingsuitslag klopt nu meer, met wat je ook in Amerika hoort van mensen. Er zijn heel veel mensen die zich gewoon schamen voor Trump en, en voor de Republikeinen. Ja, Volkomen terecht, maar voordat we nou uh, onszelf een veer op de hoed steken in Nederland, ik bedoel, bij ons is het niet zo heel veel beter. De ene grootste of de op twee na grootste partij is voortdurend de PVV. Ja, die, die, niet mee. die inhoudelijk net zo gek is als Trump hoor. Ja, Met zijn Urabië en allerlei andere kletsverhalen. Die en de omvolking en de tribunalen. En nou ja, kom op. Maar ze hebben nul invloed hier. Dat is anders in Amerika. Godzijdank. Ja, dat, ja, dat komt dat we een politiek systeem hebben. Waarbij het mo mogelijk is om die lui, laten we zeggen, in de marge te parkeren. Ja. Wat ook weer op de langere termijn ook weer. Problemen veroorzaken, omdat natuurlijk de, de partijen die bereid zijn om mee te regeren, om verantwoordelijkheid te nemen, nog helemaal afgezien van de ideeën die zij zelf hebben: dat die partijen natuurlijk op een kluitje in het centrum zitten en zo gevoelig worden voor de bekende beschuldigingen: het is allemaal hetzelfde, potnat, het is een kartel. Hè. Alleen wij weten hoe het revolutionair moet worden. Dus het is dus ook gevaarlijk dat ze We invloed. hebben nu die jongen die in feite het opgeroepen heeft om de Bastille te bestormen. Hoe heet die? Die pijn geloof ik als ik het wel heb. Ja, ik, ik worstel daar met een enorm probleem. Ik neem even een slokje water. Ja, maar dus, dan zeg je, dus eigenlijk het is goed op de korte termijn dat populisten geen invloed hebben. Maar op de lange termijn kan het ook schadelijk zijn. Ja, op de lange termijn oh. is het een schadelijk verschijnsel. Maar wat kunnen we daaraan doen dan? Dat weet, ik niet precies. Dat weet ik niet precies. Maar jij bent wetenschapper? Ja, ik ben. Nou, wetenschapper. Op dit punt ben ik in feite ook weer de bekendere krantlezer met gezond verstand. Oh, sorry. Ik zit hier even... meteen even het over inparkeren op de radio. Het ja. ja, is ongelooflijk even... hoe al deze dingen in elkaar grijpen. Het moet allemaal het gevolg zijn van een gigantische wereldwijde samenzwering. En dat voel je toch wel aan je water. We worden uit. gewoon afgeluisterd hier ja, door, door Xi Jinping. Is, door het Economisch Forum. En door Xi Jinping natuurlijk, die in het diepste, allerdiepste geheim eigenlijk de secretaris is van het Economisch Forum. Nee, eh, ja, ik, ik, kan, ik kan die populisten niet au sérieux nemen. Dat is mijn probleem. Hoe kun je nou een godsnaam, die, die kletsjongens van het Forum, hoe kun je die nou een godsnaam au sérieux nemen? Dat kan toch niet? En maar ik vroeg je natuurlijk, wat kunnen we nu doen? zodat dat niet op de. Termen... Ja, dat is een groot probleem, dat weet ik niet precies. En dan loop je aan tegen een veel groter probleem. Namelijk dat de democratie natuurlijk zelf uh, de grootste bedreiger is van de democratie. Ja. In de zin dat een deel van het electoraat ja, heel gevoelig is voor kletskoek, suggesties, emoties, die in feite weinig te maken hebben met reëel beleid, maar die, die wel sturend zijn. Ja. ja, sorry dat ik dan ook weer naar mijn naar de favoriete talkshows, dat ken ik in ons favoriete onderwerp, ja, ook de talkshows maken ze natuurlijk schuldig aan het feit dat ze aan al die lui, we hebben het vaker gezegd, sinds Fortuin een podium geven. Ja. En als het dan te laat is, dan, 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 dan houden ze er wel mee op, maar dan is het meestal net te laat. Nog even over de strijd die nu bij de Republikeinse Partij gaat losbarsten. Uh, je voelde natuurlijk aan dat Trump die, die raakt mandaat kwijt. Hoe anders was dat nog in de zomer? Hè? Toen stond het er toch voor het gevoel anders bij. Nou, dat hangt er vanaf. Ik heb ook in de zomer wat mensen gehoord en gelezen die zeiden van nou... Maar toen jij in Amerika slaan. was zei hij, hij heeft geen enkele tegenstand meer in de Republikeinse Partij. Nee, omdat mij opviel natuurlijk. Maar het was wel een beetje Wyoming en natuurlijk Montana. Ja, dat zijn bij uitstek natuurlijk allemaal Republikeinen. Ze die op de Republikeinen stemmen. Oké. En ik was de dino-cowboy. Dat vond ik eigenlijk even de meest merkwaardige incidenten. Met wie ik dan toch over de politiek sprak, de allerhaardigste man, overigens. En ik vroeg, ik heb je op Trump gestemd? Ja, hij had gezegd, hij voted voor Trump. He's a complete idiot, but I voted for him. En dus ik zei, ja, maar is hij een complete idiot? Ja, zei hij, maar die had a guy. Ja, de guy is an enemy of the United States. The other guy wants to destroy the United States. Nou ja, dan heb je de hele zaak in een nutshell. Ze beseffen ook wel dat hij niet goed snek is, maar zij, zij denken dat hij, dat de Democratische Partij, en dat hangt samen met die lange, lange, lange polarisatie in de Amerikaanse politiek, die natuurlijk niet van vandaag of is, maar van de jaren negentig eigenlijk al begonnen is. Ja. Yeah. Uh, de, de, althans, bij een deel van het electoraat erin geslaagd is om de suggestie te wekken dat de Democraten eigenlijk vijanden van de staat zijn. Ja. De uh, luisteraar van deze podcast die uh, achter De Sant is uh, kansrijker dan Trump. Zo. En zeker, die hebben hun, 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 hoe heet het ook alweer? Hè? Je, je maak je vinger nat en die hou je in de wind en dan denk je: hé, hey, De Sant is. <laughs> Die weten het natuurlijk alsof ze dat weten. Dat is allemaal wishful thinking trouwens. Laat eens wat lezen over die De Sant, die is een ontzettende boef. Die is namelijk intelligent. Dat kun je van Trump niet zeggen. Nou ja, Trump is, 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 is street fighting intelligent. Dat is weer heel wat anders eigenlijk. Maar goed, Florida, waar hij natuurlijk de gouverneur is, daar wordt natuurlijk wel naar gekeken voor wie nou de, de leider gaat worden. Ja, zeker, zeker. Hij zal zeker. Hij is ik denk dat hij eerst eens weer even de kat uit de boom kijkt. En ja, je moet eens wat bellen. Hè? Je moet de hele dag bellen als je wil je, je kan kandidieren met je allemaal allemaal. Ik heb geen idee of de zand is, het, het gaat worden. Ik kijk wel uit om voorspellingen te doen. Dat heeft me vorige keer ja. 1000 euro gekost. Dus dat gaan we nu niet doen. Is die iets minder uh, extreem, vind je dat? Ik zal even de verwarming trouwens aanzetten. Kijk, als je de Trump-stemmers, als je die wil paaien, en dat. Kijk, zonder de Trump-stemmers lukt het niemand. Nee. Uh, maar als je de Trump-stemmers wil paaien, ja dan betekent dat natuurlijk dat je, dat je ook de Trumpiaanse inzichten deels uh, zult moeten vertolken. Ja. En waar, waar de is sand, goed in is, het zijn de Culture Wars. Wat is dat? Dat is dat je, dat je het enorm tekeer gaat tegen woke en tegen oh ja. Black Lives Matter. En nou ja, tegen het hele idee dat Amerika gewoon is. Wat het is, namelijk een diepe racistische en van geweld doortrokken samenleving. Dat er niemand meer Happy Christmas, zegt. maar, Happy Seasons and Greetings of weet ik wat ze er tegenwoordig van bakken. Dat je dat, dat ook verkeerd is. Dat ook het christendom. He, want ik geloof dat hij, dat hij de Santus nooit iets had met het christendom. Zoals zoveel mensen natuurlijk. Maar natuurlijk in dit geval wel bereid is om, om allerlei... Eh, <laughs> Trump had hem toch de sen, sen, tim, sanctimonious. He, de, de, eh, het heilige boontje eigenlijk had hij hem genoemd. Ja, dat is allemaal schone schijn. Maar de, de... Nee, ik bedoel het idee dat Fros hem nou de vlag uitsteekt omdat Trump... Eh, Volgens vele kansloos is geworden en de Santische opvolger is not for me. Maar het gaat tussen die twee natuurlijk. Een van die twee wordt de leider. Nou, dat weten we niet. Het is Twee jaar, twee jaar is een eeuwigheid in de politiek. ja, nou ja we hebben natuurlijk een nog weken langer de politiek. Mike Pence wil ook nog meedoen. Die heeft ook gezegd dat hij ja, president. Die geef ik niet veel kans. <laughs> Waarom niet? Ja, dat is een ongelofelijke druil, dat geloof ik. Niet. Hij is wel heel verstandig overgekomen rond die Capitolbestorming. Ja, hij kon moeilijk aan, anders was hij vermoord. Ja. Nou, hij had natuurlijk iets meer met de trump kan mee kunnen doen. Nee. Nee? Nee. Hij moest als vicepresident moest hij die verkiezingsuitslag waarmerken. En hij begreep wel dat hij niet kon zeggen, nee, dat ga ik niet doen. Want zat daarmee, daarmee creëren een Over, totaal overbodige crisis die... die ja, waarvan niemand had geweten hoe die verder opgelost zou worden. Maar daarmee zou je worden. kunnen zeggen: heeft nog verantwoordelijkheidsgevoel, deze man? Dat had Trump helemaal niet. Nee, dat, nee daar heeft je wel gelijk in. Trump kent het hele woord ook niet, verantwoordelijkheidsgevoel. Trump is Trump en de wereld draait om Trump. Hè? Hij zou het ook helemaal niet erg vinden als Trump dood gaat, dat de planeet dan tegelijkertijd ook vernietigd gaat worden. <laughs> ja, ja. Ja, vindt hij wel het best? Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou dit wordt in ieder geval. Ga je dit, uh, vind je dit? Vind, je vindt het wel hoopgevend. Kijk je dan ook weer met iets meer optimisme naar de toekomst in Amerika? Nou, voorlopig niet. Oh. Zei ik niet vorige week? Ik moet me even denken wat ik vorige week zei. De patiënt ligt nog steeds in bed, aan het infuus, maar hij is wel, hij heeft wel een goede dag gehad. Ja, dat zei zijn. Zoals je, dat... dat bij patiënten is, hè? Ja. Nog even over de Santis, die gaat overigens niet mee. Zij luisteren ook terecht, terecht over die verkiezingswinst, dat die gestolen is. Daar blijft hij weg van, wat electoraal weer slim is. Ja, nou, als er nou één ding, laten we dan nog, nog een positief puntje. Ja, dat, dat idee van de big steal, dat, dat is denk ik toch wel... zo niet dood dan toch wel stervende, ja. Dat, dat is toch wel een beetje afgelopen. Omdat in die toespraak die uh, Trump hield in Mar-a-Lago... Ook de Big Steel eigenlijk niet meer concreet genoemd is. Ja. Dat geeft natuurlijk te denken. Maar dan is het dus in ieder geval, als je het afzet tegen wat je in het begin zei, hè, dat geen enkele Republikeinse partij die dit wel ondersteunde heeft gewonnen, dan is het slim dat de Santis dit zo op deze manier speelt. Ja, zonder meer. Ja. Ja. Ik denk dat hij uit het pakket van, van verdachtmakingen en nutteloze opwinding van Trump eh, tot op heden vrij intelligent heeft geselecteerd wat hij wel zou kunnen gebruiken. En wat altijd werkt. Ja. Hoe vond je trouwens nog Biden samen met uh, Xi? Nou ja, dat vond ik hoopgevend. Ander, ander hoopgevend. Ik hoop ook dat dat een beetje door zal decimen, zal ik maar zeggen. In de zin, hij heeft het ook vaak over gehad. Ik vind die hele koers van Amerika, dat, uh, China is onze grootste vijand ons wacht in deze nieuwe eeuw... een ruwelijke strijd... die gaat om het lot van onze beschaving. Namelijk... de onvermijdelijke conflict... tussen China en de Verenigde Staten. Nee, daar heb ik nooit veel in gezien. Ik hoop dat... Uh, wij moeten ook als, als de Europese Unie... naar mijn idee blijven van, van dit soort van... Uh, ja... is dat oorlogszuchtige taal? Je kunt het wel oorlogszuchtige taal noemen. Ik begrijp ook niet... waar dat precies vandaan komt, omdat... Ja, het probleem is natuurlijk ook China zelf. We moeten er zo ook eens even iets over Taiwan zeggen. Het probleem is dat natuurlijk China zelf een, een, een beetje een andere richting is ingeslagen. En, en dat, dat heeft ook, ook vergaande consequenties. Maar dat betekent helemaal niet naar mijn idee dat... Er bestaat ook een heel boek over het feit dat, dat een dergelijk conflict, militair conflict tussen China en de Verenigde Staten onvermijdelijk is, want... Amerika is de zittende dominante macht en China is de ambitieuze nieuwe dominante macht. Althans, men beweert dat de Chinezen dat willen worden. En ik denk eerlijk gezegd, als je nou iets verstandigs over de loop van deze eeuw kunt zeggen. Eh, ik ben toch dood als het zo wel of niet uitgevoerd gaat worden. Is dat, de, dat een echte volledig dominante macht, zoals Amerika was tussen 1945 en eh, ergens de late jaren 80 of 90 dat dat uh, niet meer opnieuw zal voorkomen. Dat waarom niet? Dat je, je meer zult zien dat meerdere machten in feite binnen het geheel van de wereldeconomie een belangrijke rol spelen. Maar waarom kan eentje niet overheersen? China kan het toch overnemen van Amerika? Nou, ik heb de cijfers al eens helder uitgelegd. De drie grote spelers op het wereldtoneel, China, de Verenigde Staten en de Europese Unie, die beheersen samen ongeveer de helft van de wereldeconomie. De andere helft, dat zijn allerlei andere landen, kleine en grote, Zuid-Korea, maar ook waarschijnlijk nieuwe machten. Die waarvan het ook tijd wordt dat ze eindelijk eens zoden aan de dijk gaan zetten. Neem iets als Brazilië, land met grote mogelijkheden, wat er alleen nog maar een puinzooi van gemaakt heeft. Als gevolg van een defect politiek systeem en, 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 en allerlei onbetrouwbare politici. Uh, en die. Die drie grote spelers dus, ieder voor zich, deel het even ooit in dat. Die beheersen dus, als je dus een derde van de helft beheerst, dan beheers je dus een zesde van de wereldeconomie. Geen van die drie spelers kan in zijn eentje de hele wereldeconomie domineren. Of de logistiek van de hele wereldeconomie, zoals een van onze briljante uh, critici, uh, uh, ik geloof de vorige keer, zei. Nee, was dat. Ja, daar geloof ik niet zo erg nee, in. schrijft ook voor EW, hè? dus het is een journalist. Ja, maar dat is gewoon dat is, uh, geopolitieke bangmakerij. Die natuurlijk de bedoeling heeft dat het een self-denying prophecy moet zijn. Hmm. Denk, denk erom, denk erom, die Chinezen. Dat is oeh, 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 oeh. had toch ook weer een kadermuur ergens in het Botlekgebied gekocht. Terwijl we waren allemaal op onze pik getrapt als ze het in Antwerpen hadden gedaan. Nu, nu hebben wij het in, in Nederland, hebben, profiteren wij ervan, slot van rekening. Maar goed, dit dus zaak is nee. Dus ik geloof, het zal, en die, die anderen in die een andere derde gedeelte, die ze hebben natuurlijk. Denk aan India, wat binnenkort, begreep ik, ook uh, demografisch gezien ja. in China gaat passeren. Je krijgt nu al heel veel aanbieding ja, uit India. Zit China met hele grote demografische problemen, namelijk vanwege die één kind politiek en uh, vergrijzingsproblemen. Dus de arbeidende de bevolking zal in China fors krimpen met alle gevolgen van dien. Dat is in India ook aan de orde natuurlijk vroeger. Nou was. ja, die, die hebben gewoon doorgefokt. Oh ja? Ja. Dus die hebben geen één kind politiek gevoerd. Oh, Oké. Okay. Okay. Wat weer andere problemen met zich meebrengt. Ongetwijfeld maar... andere problemen van overbevolking enzovoort. Ja, we zijn de acht miljardste wereldburger was ja. toch geboren? Ja. ja. Ik heb een, een lief babytje in de Filipijnen. Oh, dat is bijgehouden. Ook. Ja, hoe, hoe ze altijd weten wie dan nummer 8 miljard is, dat, dat vraag ik me altijd. Dat lijkt af. me symboliek, toch? Dat zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Ja, van wie kunnen we maar. het het is, het, het is wel, ja, maar je moet het personaliseren, dat is de hele eierheid. Ja. Als je niet personaliseert, dan, dan, dan is de mens die in staat om er iets van te begrijpen. Kortom. Uh, nee, ik geloof helemaal niet aan de dominantie van China in de komende eeuw. Ik denk eerlijk gezegd dat China alle zeilen bij moet zetten om een van de grote spelers te blijven. En, wat en, is een gevaar dan? Dat is dus wat je net noemde: vergrijzing, een-kindpolitiek, dat kan dus een gevaar ja, zijn. En concurrentie van andere opkomende ah, okay. staten natuurlijk. Ja, maar zij kunnen natuurlijk wel daar een beetje saboteren. Dat, dat zullen ze misschien wel gaan doen. Nou, wie weet. Laat ze het vooral proberen. Ja. We zullen zien hoe dat afloopt. Ja. De wereld is een ingewikkeld toneel. Maar wat is een serieuze concurrent India sowieso? Nou, een deel van India, ja. Je hoeft, je hoeft maar een deel van India natuurlijk. En daar hebben ze al. Het, het onderwijssysteem in India staat op een hoog niveau, begrijp ik. Ik, ik hoor wel veel logistieke problemen daar. Dit staan nog niet zoals Verschrikkelijk, in verschrikkelijk. En, en ook, ook als je. Als je ooit de elektrische draden hebt gezien in de Indiase steden, dus dan denk je, hoe is het mogelijk dat, dat er überhaupt nog een lampje brandt. Maar goed, ja, het is een, India is een zooitje, maar in sommige staten is dat in mindere mate het geval dan in andere staten, en ja, het woord staat gebruik ik niet helemaal. Er is ook wel eens gezegd als de EU, nee was het ook alweer? Als India een natie is, een samenhangende natie. Nou, dan is de EU ook een samenhangende natie. India is natuurlijk een, een, ook een lappendeken van, van heel, regio's en, en staten. met heel verschillende belangen enzovoort, enzovoort. Maar steeds, het probleem wat je ook in, in. Kijk, wij denken natuurlijk heel Europees. De meeste van die Indiase of Chinese staten. of provincies van het dus eigenlijk. daar wonen evenveel mensen als in grote Europese landen. In de Chinese provincies is 80 miljoen mensen kattenpis. Dat is net zoveel inwoners als de Bondsrepubliek Duitsland. En dat geldt voor India precies zo. Ja, maar ze moeten dus wel echt. Dus als je daar je zaakjes een beetje op orde hebt. Ja, daar moeten ze echt werken. Ik ben nou de naam van die, ik heb me daar nooit in verdiept. Maar ja, we hebben het de vorige keer nog over gehad dat Apple op grote schaal bezig is om productiefaciliteiten in India te bouwen. Ja. Ik ben wel benieuwd naar ook het politieke beleid daar in India. Als het gaat om dit soort buitenlandse expansie. Dat kun je wel zeggen, nou ja. Vooral met die modi. Weet jij dat, wat zijn wat nee, plan is? Nee, dat weet ik niet. Daar moeten we eens even in verdiepen. Dan misschien moeten hebben we ons in India verdiepen. Misschien zitten daar wel luisteraars. 1,4 miljard mensen. Ja, maar misschien zitten daar ook wel luisteraars die ons een beetje kunnen helpen daarbij. Die wat informatie hebben. Ja, nou ja, als je ooit een foto hebt gezien van het verkeerde New Delhi, dan denk je, daar valt nog veel te regelen in India. Ben je er ooit wel eens geweest? Nee, nee ik, ben er, ik ben er ook niet van plan er ooit heen te gaan. Ik hoor ook heel veel mensen die daar naartoe gaan, die moeten echt even wennen. Die zijn ook de eerste dagen ziek van het eten. En ook de, het is niet heel hygiënisch daar. Nee, maar dat is natuurlijk iets wat je al, uh, bij wijze van spreken, ook in de Mediterraneen gemakkelijk kan overkomen. Want ja, je weet dat toch dat minder. Je, dat er al heel snel sprake is van een andere bacteriële cultuur. Maar in Ik vind dat toch wel extreem erg. Ja, nou moet ik je zeggen, het is lang geleden, maar de eerste dag dat wij in Griekenland waren. En ontzettend lekker hadden we gegeten. Gevulde tomaatjes aan zee. Het was, het was idyllisch. Oh, wat was het leuk. <laughs> vier volwassen jonge mannen. God wat zijn we ziek geweest? Denk je. We hebben daar vier dagen. Totaal voor pampers in die tent gelegen. Het was verschrikkelijk gewoon weer. Ja. Lekkere tomaatjes. Heerlijke gevulde tomaatjes. Even kijken, dan nog een vraag. Elon Musk heeft schijnbaar op Twitter een poll gedaan of uh, Donald Trump, of die weer terug moet komen op uh, Twitter. En uh, nou ja, hij geeft uh, de polluitslagen door en 52% zegt op dit moment ja, Trump moet terug op Twitter. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk veel, want het zit maar net, net, net boven de helft dus. Ja, ja. Dus, uh... Ik begreep dat uh, weet het, Donald Trump een eigen Twitter-bedrijf uh, ja. of een eigen social-media-bedrijf had opgestart. Maar dat loopt nog niet zo goed. Oh. Dat loopt nog niet zo heel erg goed. Nee, nee, nee. Oké, okay, uh, er zijn wat mensen ja, die waarschuwen je alvast. Want ze zeggen: Maarten die wil natuurlijk altijd om 6 uur het uh, NOS-verhaal even kijken. Maar uh, dat wordt de komende weken wat lastig, want de WK begint. Ja, dat heb ik ook begrepen. Dat is ook wat komisch. Dat ze daar ook dan weer allemaal. Verslaggevers hebben die komen melden dat het gras daar ook groen is. Nou ja, dat is daar best wel knap, toch? Als het daar zo heet. Ja, is. dat is hartstikke knap. Als je er een dak boven zet en je spuit er genoeg water op, dan is het wel knap. Ja, Ik, we of hebben... juist niet natuurlijk. 65.000 euro is het inkomen van de gemiddelde um, uh, ja, persoon in Qatar die daar woont. Dus echt een rijke uh, staat. hè? Poof. Gulden, zei jij. Even kijken, ja, euro's hebben het omgerekend. Oké. Okay. Tja, uh, dat is uh, twee keer zoveel, zo'n beetje, dan het, uh, dan het modale inkomen in Nederland. Ik dacht dat in Nederland modaal iets van 37.000 euro was, zoiets. Of zo. Ja. Bruto. Er zijn ook allemaal dingen gratis, hè? Dus het is zo dat elektriciteit, gas, water, ziektekosten. Het is allemaal gratis als je daar staatsburger ja, bent. Ja, natuurlijk is alles gratis in een land waar je het geld uit de grond kunt pompen. Olie en gas bedoel je? Ja. 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 Ze, ze, ze moeten daar wel natuurlijk ook iets anders bedenken in de toekomst. Nou, dat is natuurlijk een, een zaak waar ze inderdaad er serieus over na moeten denken. Kijk, dit zijn dingen waar je toch plannen, plannen, planning moet doen eh, over, over drie, vier decennia. Ja, hij is wel mee bezig, mij. We zitten nu in 2022. Er is een goede kans natuurlijk dat fossiele brandstoffen in 2050, hoe ook deze zaken zullen lopen, aanzienlijk minder urgent zijn dan ze nu zijn. Ja. En dus dan ze ze iets anders moeten hebben. En dan moet ik zeggen, het hele, ze, ze hebben daar wel iets wat eh, praktisch even interessant is, namelijk altijd zon. Dus je zet die hele klote woestijn, zet je vol met zonnepanelen en dan heb je in principe, moet je wel een soort van transportsysteem uitdenken, hoe je de elektriciteit naar Europa krijgt. Maar in, in principe is natuurlijk die hele gigantische Sahara, eh, daar, daar schijnt vrijwel altijd de zon. Maar well, goed, misschien moet je eens met de Emir gaan praten. Nou, ja, daar is ook volgens mij wel over nagedacht. Ik dacht dat Hongarije ook plannen in die richting ja. had. Ja. Ik weet niet of de Emir zit te wachten op een 79-jarige Nederlander. Nou ja, Beatrix <laughs> is ook natuurlijk. natuurlijk. Die doorgaan. alles beter weet. Hij, ja. zal, hij gaat natuurlijk ook, daar is natuurlijk de kritiek op, was dat natuurlijk het de winnende land krijgt van hem die bokaal hè, uitgereikt. Dus die staat natuurlijk wel. Uh... Nou ja, ze dachten in Qatar dat ze een enorme koep hadden gehad hebben gescoord door dat wereldkampioenschap voetbal binnen te halen en nu worden ze permanent wereldwijd afgebrand als een heel akelig, moordzuchtig staatje wat al die brave arbeiders uit Bangladesh uitgebuit heeft. Wat ook zo is. Als ja, wat ook zo is, zonder meer. Ja. Maar vind jij het nog interessant als die, dat die, die heb, je, heb je eerder al gezegd, heb ik al gevraagd, dat die minister daar naartoe gaat, dat interesseert je niks hè? Totaal niks. Nee, nee, nee. nee. Ik kan me er niet druk over maken. Nee. Oké, okay, even, even <coughs> nog kijken naar wat vragen. Ja, dus voor de mensen die uh, willen weten waar het in Tivoli over gaat... is dus uh, de Amerikaanse politiek na de Koude Oorlog. En wat dus uiteindelijk heeft geleid... Ja, wat, de, wat waren de conclusies die de Amerikanen trokken... uit het eind van de Koude Oorlog? Ja. En dan moeten we dus iets zeggen over Fukuyama. En niet waar, the end of history and the last man. <coughs> Dat fameuze essay. En ook over, er zijn ook anderen geweest die daar iets anders over dachten dan hij. Ja. Link naar kaartjes vind je in de beschrijving. Gaat dat hmm. nog? Kun je nog ja. een vraag beantwoorden, denk je? Ja, mijn verkoudheid speelt mij parten. Oh, wat was het leuk. <laughs> Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen en dan. Moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout, dit moet op korte termijn moet dit veranderd worden, want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. De hardheid van de wereld draait door, beperkt zich niet alleen tot de tv- en mediawereld. Ook in het bedrijfsleven gaat het er in de strijd om de beste te zijn hard aan toe. De oudbaas van Mediamarkt vertelt daarover in de podcast Sea Level. Het gesprek dat ik daarover met hem had vind je via de link in de beschrijving.